Zo, goedemorgen. Het is vandaag 1 februari 2024. En ik start mijn eerste reis weer op de fiets. Ik heb afgelopen winter diverse malen gewandeld. En nu staat er weer een fietsprogramma op. Als het goed is ga ik nu naar richting Denenkamp. En Denenkamp via Tillichten. Achterlangs Tubbergen, Weerselo. Weer terug hier naartoe. Het zal ongeveer 90 kilometer zijn, zover ik kan weten. Dus we gaan vanaf hieruit richting Lonneke, over de vliegbasis, achter Oldenzaal langs en dan naar Denenkamp. Ik hoop dat jullie genieten. Ik weet ook niet hoe het weer verder is. Het zou zonnig blijven, niet al te veel wind. Ik weet niet hoe de wegen allemaal zijn. Het heeft de laatste tijd natuurlijk heel veel geregend. Als het goed is heb ik niet al te veel bosparen, maar we gaan kijken. We horen zien elkaar. Zijn we op weg naar het oude Polaroidgebouw. Een fietspad was vroeger een klein spoortje. En dan liep naar Lonneke toe. Dat hebben ze weggehaald. Er is een mooi fietspad van gemaakt door een Lonneke. En hier gaan wij linksaf. Het is klein. Ik heb nu alleen de Action 4 even aangezet. Hier zijn we het gat van Smulders. Er zit nog heel veel vis zitten hierin. Kijk, de zon komt er al langzaam door. Dat is heel mooi. Er is ook bijna gewind. Strak blauw, her en der. Af en toe zie je een wolkje links en rechts, maar dat is bijna niet te zien. Het is goed weer, het gaat er nu toe nog goed. Ik hoop dat het allemaal zo blijft. Dus we gaan nu weg naar de vliegbasis. En laat ik vandaar nog even wat zien. Vroeger 4 jaar gewerkt. Als instrument maken. De NF5 en een gedeelte staafwijter nog. Nou, een evenementenlocatie geworden. Het is vroeger nog een vliegtuig, wist er niet meer. Maar je ziet, er zit nog heel veel water op. Dus ik ben blij dat ik niet gewandeld heb. Ik wou eigenlijk wandelen door het bos. Maar ik denk dat dit een betere keuze is geweest. Je ziet hier nog dat het heel nattig is. Het grondwaterpeil is vrij hoog. Zolang we dit soort paarden nog hebben, mooi te hard, dan valt het allemaal nog wel mee. Waar we zo meteen tegenaan kijken, er werden vroeger de straalmotoren getest. Er is een klein uitzichtpuntje van gemaakt. Ik kan zien dat het draait. Dat hoor ik. Voor mij stijgt er ook één op. En één propelletje. Ja. Hoi. Touchdown, geland. Daar wordt hij nog voor gebruikt. Doorstarten. En daarachter waren bunkers, daar heb ik vroeger gewerkt. Er zijn dat soort shelters.
weet niet of ik volledig in beeld ben. Ik heb een schermpje voor niet aan, dus ik hoop dat het allemaal goed gaat. Dit is op de oude vliegbasis. Paarden zijn toch nog wel slechter dan ik verwacht had. Maar dat is niet erg. Ik hoop dat ik goed in beeld ben. En ik ga weer verder op weg naar Denenkamp. In dit geheel laat ik hier zien dat vroeger het schietterrein. Met vliegtuigen. En personeel. Regelmatig met scherp geschoten. Achterlangs richting de Lutz. En wij gaan rechtdoor. Dat was de pas voor. Ik sta hier met mijn fiets. De ketting is eraf gelopen, zit muur en muur vast. Ik krijg er geen mogelijkheid af. Ik heb over alles geprobeerd, maar hij blijft vastzitten. Dus ik weet ook niet wat de oorzaak daarvan is. Dus ik moet me ook laten halen, maar dit gaat hem niet worden. Ik ben al een half uurtje bezig geweest. Er waren al mensen die mij geholpen hebben, maar we krijgen het gewoon niet voor elkaar. Dus helaas, ik moet mijn route afbreken. Ik weet niet hoeveel kilometer ik had gehad. Ik had er net 20 kilometer op zitten. Moest er nog 80 of 70. Helaas. Bedankt. Dus ja, dat ging helemaal niet worden vandaag. Het is wel zonde. Dus ja, ik moet weer terug. Kijk of mijn vrouw mee op kan halen. En dat was het. Ik ga nog even wat proberen ondertussen. En laat ik maar even ophalen. Bedankt. Hoi hoi.